Eerst door naar jou weer met Oekraïense vluchtelingen in ons eigen land. Oekraïners hoeven in ons land in principe niet in te burgeren, omdat ze hier tijdelijk zijn. Maar het zou misschien wel wenselijk zijn om ze wegwijs te maken in Nederland. Nou, naar vragen van de VVD heeft minister Van Gennep van Sociale Zaken laten weten dat ze wat willen organiseren voor Oekraïners als het gaat om taal en om werk. En er komen plekken waar volwassenen terecht kunnen voor taalonderwijs en ook praktische lessen die hen wegwijs maken in onze samenleving. En dat is onder andere ook een taak voor de minister die hier aan tafel zit, Dennis Wiersma. Ja, wat komt er allemaal bij kijken? Dat is best een organisatie nog. Zeker, dat is een heleboel. Er komen natuurlijk veel mensen hier naartoe. Mijn eerste taak is ook om ervoor te zorgen dat de kinderen die hier naartoe komen ook onderwijs krijgen. Mm-hmm. Dus onder de 18 ben je ook leerplichtig. We vinden het ook belangrijk om die kinderen meteen hier te helpen. Mm-hmm. Want een onderdak is één. Maar iets van die veilige schoolomgeving, zoals je die gewend bent, een paar weken geleden nog maar. Die je achter hebt gelaten, vaak nog je vader, je vriendjes. Dan moeten we dat hier bieden. Maar dat is natuurlijk ook een kans voor bijvoorbeeld heel veel moeders om ook in die schoolomgeving ook iets te leren van de taal. En dat ook weer de eerste stap daarmee te zetten naar een mooie toekomst. Misschien wel inderdaad naar werk, ja. Maar dat helpt ook. En het is soms ook afleiding. En ik vind het heel mooi en fijn als we dat kunnen bieden. Maar die kinderen, daar doen we dat nu eerst voor. Maar daarmee krijgen we natuurlijk soms ook tijdelijke scholen in Nederland. En die zijn natuurlijk ook geschikt om bijvoorbeeld volwassenen ook een kans te geven. Ja, maar is daar nu al plek voor die volwassenen ook? Want we horen ook dat het een organisatorisch een enorme klus is om dat allemaal rond te krijgen, om die kinderen les te geven, om mensen te vinden. Er worden mensen vanuit pensioenen teruggehaald. Allemaal van alle kanten worden er mensen ingevlogen. Dus is er al ruimte voor ook die volwassenen? Ja, het is een enorme klus. En we doen wat we kunnen. En je ziet ook dat er uit Oekraïne veel mensen komen die daar een rol bij kunnen, maar ook willen spelen. Dus ik sprak vorige week een kinderpsychologe, die helpt nu in de klassen, waar eigenlijk een combinatie wordt gemaakt van een Oekraïense docent en een Nederlandse docent. Oh ja. Dus je ziet wel dat die mensen ook al worden betrokken bij het onderwijs. De volgende stap is natuurlijk dat je hen, als ze willen, ook kan mee laten doen aan dat onderwijs. Ja, dan zijn we aan het bekijken hoe we dat kunnen doen. Dus dat is waar we nu een poging toe wagen. Want het zou heel mooi zijn dat dat lukt. Mm-hmm. Maar op sommige plekken lukt dit dus ook al. Ja. En dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. Het is de eerste stap om ook weer mee te gaan doen. Ook in Nederland als je hier zit. Ja, zeker. Dan